Jasna Djordjevic, jij bent terug in België eventjes. Je hebt hier recent gespeeld met de nationale ploeg van Servië in Leuven. Ja. Hoe is dat allemaal meegevallen, terugkeren in België? Ik ben hier eigenlijk op vakantie gekomen voor de match. We hebben gelijk gespeeld. Mm-hmm. We zijn eigenlijk goed, we zijn tevreden met die resultaat. We hebben goed gevochten voor elkaar. Mm-hmm. Wij wilden komen naar hier, naar België, om gelijk te spelen, want we wisten dat de ploeg van België is sterk. Mm-hmm. Maar we hebben goed gedaan wat de trainer heeft gevraagd voor, aan ons. Ja. Dus dat is gelukt. Nu moeten we de volgende match tegen Engeland. Pas in juni, denk ik, hè? Ja, 4 juni. En hopelijk gaat dat ook goed komen, maar we weten dat niet. Engeland is ook een goede ploeg. Mm-hmm. En voor tegen België was die match was zeer moeilijk. Maar, in Leuven, groot stadion, slecht weer ook? Ja, het was slecht weer, maar eigenlijk... Ik hou van dit weer om te spelen, dat is de beste weer om te spelen. Ja. Maar het was gewoon een beetje koud. En, maar die plein was mooi, was super goed om te spelen. En veel publiek ook? Ja, echt wel publiek. Was de meisjes van mijn ex-ploeg, ze zijn naar daar geweest. En we zijn content met die match. Het was super goed. En hopelijk gaan we in Servië. We gaan voor het resultaat gaan. Dus hopelijk gaat het goed zijn. Ja. We gaan goed voorbereiden voor die match. Dus, maar jullie spelen pas in juni. Spelen jullie tussenin nog oefenmatchen of zo? In maart of april? Of is het nu echt wachten tot in juni totdat Engeland komt? Ik weet het niet eigenlijk, maar waarschijnlijk gaan we een match hebben, een vriendelijke match. Tegen wie, dat weet ik ook niet. Dus we zijn nu op vakantie, we wachten. En waarschijnlijk na nieuwjaar gaan we weten wat gaat zijn. Dus, ja. Jij bent na 10 verhuisd naar Griekenland, Saloniki. Ja, maar je hebt nog niet kunnen spelen, heb ik gehoord. Ik ben op dit moment in Griekenland voor Aris. Mijn papieren zijn nog niet in orde, dat is spijtig. Maar hopelijk na nieuwjaar gaat alles in orde zijn. Zo hebben ze gezegd, dus ik hoop het echt wel, want ik wil spelen. Ja. En dat resultaat tegen België, want ik heb gezien, jullie hebben nooit eens tegen Engeland ook 2-2 gespeeld, dacht ik, een tijdje geleden. Ja. Is dat resultaat tegen België het beste resultaat, want dat is dan op verplaatsing? Dat is het beste resultaat tegen Engeland, ja. Maar nu hebben we echt een jonge ploeg. Mm-hmm. In die groep is onze ploeg is de jongste, ja. Maar is niet de slechtste. Dus we hopen dat met zo jonge meisjes en de kwaliteit van de oudere meisjes, dat we gaan goed doen. Ja. Maar jullie hadden vlak voordien tegen Bosnië bijvoorbeeld verloren thuis 0-1. Hoe kwam dat? Ja, ik heb toen niet gespeeld. Ik had kort. Maar we hebben niet eigenlijk gevochten voor elkaar. Ik denk dat komt door dat. Maar in Leuven was dat wel het geval? Ja. Maar dat is niet erg. Wij hebben nog wel matchen te spelen. Mm. Dus als ik heb gezegd, dat is nog een begin. En dat is voetbal, alles kan gebeuren. Mm. Dus, en dan hopen jullie in september volgend jaar tegen België opnieuw zo'n resultaat neer te zetten? Ja, ik hoop het echt wel. En we gaan goed voorbereiden op dat. Want want België is echt een goede ploeg. Ja. Dus we gaan goed voorzien wat gaan we doen. Dus. Oké, ik wens je een prettig eindjaar en al het beste voor 2016 ook. Dank u voor u ook. Dank u wel. Beste. Dank u.